Zondag VVV AZ, de clash van Seuntjes. Ja, de eerste keer op het hoogste niveau. Ja, klopt. Dat is wel heel bijzonder, Ralf. Ja, zeker. Ja, Mats natuurlijk al veel eerder in de Eredivisie. Ik hard voor gewerkt en nu uiteindelijk ook. En ja, mogen we trots zijn als broers en familie dat wij nu de clash tegen elkaar hebben op het hoogste niveau hier in Nederland. Ze speelden al een keer eerder tegen elkaar. Dat was een paar jaar geleden in de Jupiler League toen Mats nog bij NAC speelde. Nu dus voor het eerst in de Eredivisie. Toen wij promoveerden, keek ik ook gelijk toen het competitieschema daar was. Heb ik gelijk gekeken wanneer we tegen AZ moesten. En dat was dan 3 december en volgens mij 10 februari weer. Dus ja, die heb ik wel gelijk genoteerd. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel mooie momenten. Draait die bal, wordt verlengd en ingekopt. En het is Seuntjens die scoort. Mats is dan eerder in de Eredivisie beland. Ja, heeft ook daar de kwaliteiten voor, vind ik. En ik heb het via 9 jaar Jupiler League moeten doen. En mijn 10e jaar is het jubileumjaar in de Eredivisie. Dus dat is ook mooi. En dat je nu dan tegen elkaar mag gaan spelen, dat is wel echt heel mooi. Ja, dit was het beslissende moment in de wedstrijd. Oktober 2015 tegen NAC. Heerlijk doelpuntje. 1-0. Daar ga ik. Was de eerste officiële keer dat jullie tegen elkaar speelden? Eerste officiële keer tegen elkaar en gelijk beslissend. Daar zie je Mats balen, ja. Logisch. Maar ja, voor mij natuurlijk een heerlijk moment dit. Het is 0-1 voor Ralf. Mats Seuntjens staat dus achter. Maar ik miste ook een penalty in de 90e minuut. Dus die was wel zuur. En Mats scoorde in de 92e minuut ongeveer. En die goal was afgekeurd. Als hij hierin komt, en dat doet hij bijna. En Mats Seuntjens, zijn goal wordt afgekeurd. Dus ja, dat was wel echt de wedstrijd van de Seuntjens, zeg maar. En ja, dat was wel echt mooi om mee te maken. En ja, hopen dat het zo in de Eredivisie ook kan verlopen. Nou, hier zie je ons zitten, ons vijven. Ik, Jesper, de tweeling. Stijn en Mats, de tweeling. En Niels. En hier zie je Mats, die valt bij mij in slaap. Ja, want even voor de duidelijkheid, jullie zijn met 2 tweelingen en nog een oudere broer. Ja, 2 tweelingen en een oudere broer. En de tweelingen zijn allemaal op 17 april jarig. Dus dat is ook mooi. Ja, heel apart. Heel apart, inderdaad, ja. Als broer ben ik super trots op hem. Ik ben super blij. Toen hij naar AZ ging, was ik echt super trots op hem. En ja, dat heeft hij gewoon helemaal zelf bereikt, vind ik ook. Dus ja, als broer kan ik daar alleen maar trots op zijn. En ik hoop gewoon dat hij elke week, elke dag beter wordt. Als ik Mats zie voetballen bij AZ, dan denk ik gewoon dat die jongen verschrikkelijk veel kwaliteit heeft. Dat hij het spelletje goed ziet. Hij is snel, hij is sterk, hij is slim. Alleen dat hij soms wat meer arbeid moet verrichten. Al vind ik wel dat Mats zeg maar een makkelijke loop heeft, waardoor het lijkt dat hij niet veel arbeid verricht. Maar ik zie dat toch wel anders. Hij verricht wel arbeid, maar hij moet wel daar meer energie in steken. Mm-hmm. Maar hij zou eigenlijk meer minuten moeten maken. Ja, ook, ja nee, dat zeker. Met zijn kwaliteit zou Mats gewoon een beslissende speler bij AZ moeten zijn. Hier is Jahan Baks, rebound voor Seuntjens en dan toch raak. Dit weekend staan ze tegenover elkaar in de Eredivisie. En er wordt een bijzonder duel voor de broers. Het zal natuurlijk ook een keer leuk zijn als ze samen zouden spelen. Dat hoop ik wel. Al denk ik dat we niet echt samen meer zullen spelen. Misschien later in amateurvoetbal. Want Mats moet na AZ proberen gewoon nog een stap te maken. En ik ben nu 28, VVV. Ik heb hierna nog 1,5 jaar contract. Maar ja, ik weet zelf wel dat AZ en zo'n team, ja, dat is voor mij natuurlijk niet haalbaar. En Mats gaat waarschijnlijk een stap maken, is het niet nationale, is het internationale stap. En ja, daardoor zullen wij denk ik niet meer samenspelen, misschien in de amateurtak wel.